Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik ben de dag begonnen met een workout recht voor de deur. Dat is echt wel super chill dat we daar gewoon zo een fitnessding hebben. In Kasteel de Vel was het altijd moeilijk om een workout te doen. Met al die mensen dan passeren, op een of andere reden werkte dat op mijn zenuwen. Maar nu hebben we gewoon een fitness. Dit is fucking chill. En check dit. Daar zijn de rotsen waar ik gisteren heb tussen gezeten. De zee was toen tot hier of zo, denk ik. En op dat moment kon je die rotsen niet zien. En ik heb daar vast gezeten. Holy shit. Ik denk dat het deze waren. Deze kleintjes. Fucking hell. Je kunt het nog altijd zien aan mij. Ik was het al bijna vergeten. Fucking hell. Ik zie er helemaal bekrast uit. Hier. 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 Echt overal. Holy shit. Op mijn rug ook. Maar dat heb ik nog maar één keer gezien. En dat is via de camera zelf. Oké, in ieder geval, ik ga nou lekker een duik nemen. Let's fucking go. Joe! Ik ben ondertussen fris geschoren. Ik heb mijn haar gewassen. Ik heb een lekkere duik genomen in de zee. En ik voel me heerlijk. Klaar om de dag te starten. En check dit dan een beetje. Ik heb het net zo gelegd als in de Instagram stories. Ziet er super nice uit. Super vet. Ik krijg altijd commentaar op mijn ontbijt. Veel mensen die zeggen van holy shit, dat ziet er zo vies uit. Maar dit is exact hetzelfde ontbijt. Maar gewoon iets mooier gerangschikt. Dus vanaf nu ga ik het proberen altijd zo leggen. Dit ziet er toch heerlijk uit. Wow. Yo. Ik ga hier lekker van genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten. Of aan het eten zijn. En we maken er een fantastische dag van vandaag. Ik heb gezien dat er geen golven zijn. Misschien komen er vanmiddag nog golven. We gaan het zien. Maar ik ben alleszins al brakka. Dus een chill dagje. Zowel mogelijk. Yo. Ik en Lee zijn ondertussen op tour. Hoppakee, de golven die waren niet super, dus vandaag geen surf. Wij gaan richting een stad, richting Bilbao. How many kilometers? Now 12. Oké, nog 12 te gaan. En 14 in totaal, jullie hebben het begrepen. Het is hier eigenlijk een beetje hetzelfde, gelijk in Kasteel de Vel. De meisjes zijn hier ook aan het rollerblijden. Jullie zien het. Het is hier een dikke vibe. Het is hier ook super druk. Het is weekend. Maar wij gaan genieten. En we gaan vandaag waarschijnlijk ook naar het Guggenheim Museum. Ik zag daar in de comments staan dat ik dat moest doen. Dus we gaan het doen. Let's go. Let's go. Let's do this. Joe. Ja. Libertad, Democracia, Independencia. Oké, daarvoor moet je niet gestudeerd hebben om dit te begrijpen. Dat betekent dat het Baskenland onafhankelijk wil worden van Spanje en ook van Frankrijk. Want een deel van het Baskenland is ook in Frankrijk. Check deze graffiti. Als jullie ooit nieuws hebben gehoord, heel lang geleden, over La Gora Eta. Die hebben ooit een meter opgeblazen in Madrid. En dat is een soort van terroristische bende. En ik denk dat die gewoon strijden om het Baskenland onafhankelijk te laten worden van Spanje en Amsterdam. Check dit. This is not Spain. En deze graffiti is overal wel een beetje, maar hier is echt wel de duidelijkste plek dat ik ooit ben tegengekomen. En we zitten hier aan de haven. Check hoe vet dat het hier is. Wow, er passeert ook net een trein. Damn. Deze omgeving is grimy. En nu moeten we nog een aantal kilometer naar Bilbao, want we zitten eigenlijk nog maar halverwege. Let's go! We gaan er een vette dag van maken. Joe! We zijn net Bilbao binnengereden en ik sta hier op een super legendarische plaats. Check dit. Het uitzicht is zo vet. Hier hebben we een mega hoge toren. En daar hebben we ook zo'n monument dat typisch Bilbao voorstelt. Want op alle foto's dat ik ooit heb gezien van Bilbao, staat bijna altijd dat ding. Dat ding is echt wel heel bekend. Ik ken Bilbao persoonlijk niet zo goed. Ik ken er niet zo zinnes van. Maar de homie Hippie en Frieder, die hadden me helemaal gek gemaakt om hier te komen. En er zijn hier natuurlijk ook goede golven. Het is een surfstad.
allemaal super vette skateparken, veel BMX spots, dus ik denk dat het sowieso wel goed is om hier alles een beetje te exploren, sowieso. Damn, what do you think about Bilbao? I like it so far, it's got a really chill vibe to it. Right? I'm enjoying that. I love the architecture. This thing here is insane. Nice. Free live music, man. Beautiful. She's got a great voice as well. Really sweet voice. Jullie horen het. Het is hier super chill. Let's go. We komen hier elke 100 meter een ander super vet pleintje tegen. En het is gewoon niet normaal hoeveel foto's hij hier kan nemen. Hoe mooi dat de architectuur is. Hoe vet dat Bilbao eigenlijk is. Heel, heel, heel nice. En check deze spin. Ik weet niet wat dat voorstelt, maar het is gewoon een nice kunstwerk. Check hoe vet. Stel je voor dat je hier dronken of op de truffels of weet ik veel wat, gewoon hier 's nachts toekomt en je weet niet wat dat het is. Ik denk dat er wel al een paar mensen een gekke belevenis hebben gehad. Sowieso. Damn. Check deze spin. Super nice. Ik heb er niet meer over te zeggen. Joe. De stad is hier momenteel in volle chaos. Er is hier superveel volk. Daar is alles afgesloten en ik hoor daar allemaal lawaai. Er is blijkbaar iets bezig voor het feminisme. Iedereen draagt hier ook van die paarse kleren en het is blijkbaar ook de vrouwelijke nationale dag. Dus ja, ze zijn hier zwaar aan het strijden. Ik hoor daar superveel lawaai. Politie staan hier overal, maar wij gaan eerst eten. Let's go to eat. Joep. Nice. Smakelijk. Dank je. Ziet er naar uit dat het binnenkort gaat beginnen regenen. Check daar allemaal grijze wolken. Dus wij gaan nu terug richting de bus. We hebben lekker gechilled in de stad, we hebben lekker gereden. Het was nice, sowieso. Lekker op het gemakje, wow. Oké, wat ga ik vandaag nou doen? Ik weet het niet. Waarschijnlijk gewoon lekker eten maken, een beetje chill, filmpje kijken. Nog waarschijnlijk ook in de zee springen, dus het wordt nog nice. Stel je voor dat ik hier gewoon naar beneden rijd. 2000 likes op de video en ik doe het. Hier naar beneden rijd. 2000 likes. Joe! Ja. Yeah. Woo! Hello! Rest! Rest, chill! Chill, you big monkey! Yeah! Chill! Yeah! Good girl! Good girl! Yeah. Give me a kiss. Good girl. Good girl, yeah. Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen, maar het was deze ochtend de hele tijd aan het regenen. En niet een beetje, volle bak. Niet normaal. Gisteravond was het ook begonnen met regenen. En momenteel, ik weet zelf niet hoe laat dat het is, maar het is ondertussen goed weer. Ik heb daarnet ook met Lee bezig geweest voor Glovo. We hebben echt super lang alles moeten invullen en van alles moeten fixen. Lee kan goed Spaans, dus hij heeft mij geholpen met nog meer van die stappen te ondernemen.
Normaal zou het allemaal oké moeten zijn en ik hoop nu echt dat het hier in Bilbao gaat werken. Ik heb al zoveel geprobeerd, ik heb er al zoveel op gehoopt. De moed is gezakt, maar momenteel is de moed toch weer een beetje gestegen, want ik ben een stap verder geraakt. Dus alles staat nu afgevinkt dat het oké zou moeten zijn. En laten we hopen dat we binnenkort kunnen werken, want het zou vet zijn als we deze trip nog een beetje kunnen verlengen. Sowieso. Voor de mensen die zich afvragen wanneer ik terug naar België ga, ten laatste 22 april keer ik terug naar België. Dat is ten laatste. En ik moet er eigenlijk zijn om 22 april, dus ik ga sowieso voor 22 april vertrekken. Maar dat is logisch. Check dit. De zee is wild, maar de golven zijn niet clean om te surfen. Ze breken direct en dit is niet nice. Lee is hem aan het klaarmaken. Wij gaan lekker in het zonnetje hier op de dijk een beetje cruisen. En misschien straks nog iets gaan eten of weet ik veel wat. Maar we gaan alleszins van de dag genieten. Ik ga eerst mijn tanden poetsen. Joe! I like it. It's like being in a gang again when I was a kid. Let's go! Oh, yo! Hey! Hoppakee, we zijn vertrokken! Hey! Wayo! Full speed! No way! Oh shit! Oh! Ik ging bijna op de achterpoot rijden van Rust. Wayo! Woehoe! Smakelijk! Smakelijk! Ciao ciao! Wij zijn ondertussen terug toegekomen. We hebben een paar kilometer naar daar gecruised en terug sowieso. Check me hier zitten. Lekker genieten. Uitzicht op de berg. En het strand. Dit is heerlijk, mensen. Dit is het goede leven. Ik ga nu in het water. Het is eigenlijk wel redelijk koud. Het is hier maar een paar graden warmer dan in België. Dus ja, we gaan er gewoon voor. Fuck it, let's go. Het gaat lekker fris zijn, maar ik heb er zin in. Ik heb echt nood aan een goede verfrissing. Ik ben er vandaag nog niet in geweest. Ik weet niet wat dat er met mij is, maar ik neem de laatste tijd minder snel een frisse duik en dat komt omdat het hier een pak kouder is. Maar we gaan erdoor, we doen het. Let's go. Holy shit. Deze golven zijn sick. Hopelijk komt er nog zo'n grote. Want ik had echt een super grote golf. En ik wil jullie meenemen. Ik ga jullie meenemen. Het is fucking koud, maar het is nice. Check deze golven. Wauw. Wauw. Check de kracht achter deze golven. Check de kracht, mensen. Dit is sick. Woehoe. Oké, komt er nog een grote golf? Check daar, daar is er een grote. Oké, die komt hier ook. Check dit. Woe. Nice, nice, nice. Check deze golf. We gaan die pakken, we gaan die golf pakken. Check dit. De kracht is insane van die golven. Niet normaal. Check dit. What? Mijn broek ging af. What the fuck? Oké, ik zet de camera terug daar. Want anders gaat het kapot zijn. Yo! Easy. Easy. Damn. Ik ben net uit het water en voordat ik in het water ging springen, heb ik haar eventjes uitgelegd hoe dat ze moet skateboarden en het lukt wel. Hoe vet is dit niet? Damn. Oké, nu moet ik een gat pakken. Woe!
appetit. Oh, wow. Told you. Your my turn. Yeah. I'll film you, Ben. Yeah? Alright. Okay, that was main idea. The mood is tense. cheating. Yes, that's Cheryl. Your turn, Cheryl. Oh. Yeah, give me your good. So what's this about? Can you pull it? Really quickly. Yes! Oh! This is not that hard. I'm gonna go hardcore. Yeah? Easy. Hey. Het is niet te geloven wat voor een gevoel dat ik hier heb in Bilbao. Het is kut weer geweest, ik weet het. Ik heb het ook vaak in de comments zien staan. Maar het is een challenge, het is een keer iets anders en het is hier nog altijd beter weer dan in België. Het is hier zeker 5 graden warmer, morgen wordt het 19 graden, overmorgen 21 graden en in het midden van Spanje wordt het overmorgen 28 graden. Hoe gek is dit niet? Maar aan de ene kant is het ook wel kut, want dat is natuurlijk wel de opwarming van de aarde en al die storm dat we hier hebben meegemaakt. Dat heeft daar waarschijnlijk ook van alles mee te maken. Maar in ieder geval, het enige dat we kunnen doen is gewoon positief blijven en genieten van de mooie tijden, van de mooie momenten en van de natuur sowieso. Ik ga lekker in slaap vallen en het enige dat ik hier hoor is de zee. Hoe zalig is dit niet? De parking is hier ook helemaal rustig, helemaal leeg. Van het weekend was het echt wel heftig hier, maar nu is het week en check hoe rustig dat het is. Ik hoop om morgen een berichtje te krijgen van Glovo en dan gaan we kunnen gaan werken. Dit gaat zo vet zijn. En natuurlijk, ik moet jullie ook nog iets uitleggen, want ik krijg heel veel de vraag van waarom koop je soms duurdere dingen als je mij zoveel euro per dag gaat geven en bla bla bla. Als ik nog een maand en een half of zo wou blijven, ging ik met zoveel geld per dag moeten leven. Ik heb nu een paar dingen gekocht dat ik gewoon nodig heb en ik kon er niet van tussenuit. En soms wil je ook een keer een lekker pizzaatje nemen. Die pizza was nu 7 euro. Dat was een deal, dus dat was allemaal wel oké. En het enige dat ik heb gegeten vandaag is havermout en dat kostte goed als niks. Dus het is wel oké, maar ik moet gewoon nu beginnen werken. En dan ga ik natuurlijk meer dan 4, 5 euro per dag kunnen uitgeven. Sowieso. Ik denk dat ik gemiddeld ongeveer 10 euro per dag uitgeef. Dat is 300 euro per maand. Dat is heel weinig geld. En dat is de enige manier om zoveel van het leven te genieten. Als je echt een mooie ding wil zien, als je lange reizen wil maken, als je op een plek wil komen en eventjes tot rust wil komen, dan is het echt de bedoeling om ook goedkoop te leven. Anders gaat het niet lukken, anders ga je weer veel moeten werken. Dus dat is gewoon een keuze dat ik maak. Minder werken en minder geld spenderen. En als je minder geld hebt, ga je ook bewustere keuzes maken. Dat is gewoon zo. Je gaat geen domme dingen doen. Je gaat niet gaan partyen en daar 70 of 80 euro voor doen. Weet ik veel wat. Ik heb het vroeger allemaal gedaan. Ik heb soms zelf een keer bijna 100 euro op een avond uitgegeven. Gewoon op een party. Als je dronken bent en je koopt er maar cocktails. Je bent te rap. Dus ja, dat is gewoon gek. Ik zou nu zoiets nooit meer doen. Onmogelijk. En dat maakt mij denk ik gewoon een betere versie van mezelf. En dat is hetgeen waar ik elke dag voor werk. Om de beste versie van mezelf te zijn. Sowieso. In ieder geval, ik wil jullie allemaal bedanken voor de support. Bedanken aan de homies aan altijd. Blijven kijken. Ook al kom ik in België niet meer bij aanbevolen. Ik weet, jullie hebben jullie belletje aanstaan. En jullie kijken de video. Ik ben stoked. Sowieso.
Ik ga de vlog hier afsluiten. Ik ga gewoon mijn bed langs hier inspringen en ik ga lekker gaan slapen. Bedankt voor het kijken. Like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.